Uh, goedemiddag, uh, mijn naam is uh, Wim Kluiters, uh, Ik ben hier samen met uh, Marcel Henneman. Uh, wij werken allebei bij uh, Festo Didactic. En Festo Didactic is leverancier van uh, leersystemen in de industriële automatisering. En we hebben de Cyber Physical Factory, die hier beneden staat, die hebben wij uh, bij geleverd. Uh, Ricardo heeft mij uh, gevraagd om iets te, uh, te vertellen over augmented reality en uh, virtual reality. Uh, om daar applicaties uh, van te tonen. Nou, dat gaan we zo meteen uh, beneden doen. Maar ik wil eerst even een uh, inleidend praatje daarover houden. Bijvoorbeeld, uh, wat is uh, maintenance? Onderhoud is een combinatie van technische en administratieve, besturingstechnische maatregelen die de werking van de machine in stand houden of herstellen. Daarbinnen kennen we vijf. Uh, werkgebieden, service, inspectie, reparaties, verbetering en zwart, zwakke punten analyse. Ik moet verder. moet twee keer klikken. De groene, ja. ja. Oh ja, ja. Oh. oh, dan is het rood zeker terug. Oh. Dank je wel. Dan, wat is uh, uh, smart maintenance? Uh, onderhoud wordt slim, intelligent en lerend door het combineren van concepten uh, van voorspellend onderhoud, analyse van machine- en procesgegevens, als mede mobiel onderhoud en conditiebewaking. En zo ontstaat intelligentie op basis van een cyber-physical uh, system of internet of things. Uh, het onderhoud in de industrie heeft twee hoofddoelstellingen. Uh, allereerst de beschikbaarheid uh, en de prestaties van de machine. Maar anderzijds moet, die, uh, moet dat onderhoud zo goedkoop mogelijk zijn. En daar best, uh, ontstaat een conflict tussen deze twee hoofddoelstellingen. Als de maximale beschikbaarheid van de machine het doel is, leidt dit tot extra kosten. En als daarentegen de kosten verlaagd moeten worden, gaat dit meestal ten koste van de uh, machinebeschikbaarheid. Ja, en wat is dan de juiste strategie die je moet volgen? We kennen verschillende vormen van onderhoud. Het reactief onderhoud, wat gericht is op het beperken van de onderhoudskosten. En onderhoud vindt dan alleen plaats op het moment dat een storing zich voordoet. En dat betekent eigenlijk niets anders dan het opheffen van storingen en reparatie. De tweede is preventief onderhoud. Dat is gericht op de maximale beschikbaarheid van het. Ik kan toch nog een keertje proberen. Waar hier naartoe? Dank u. Uh, preventief onderhoud uh, is dus dat we van tevoren bepalen wanneer we, gaan, uh, uh, wanneer we uh, in, inspectie en onderhoud gaan doen, de derde, risicogeoriënteerd onderhoud. Daarbij proberen we de voordelen van bo twee bovenstaande. Vormen te combineren en de nadelen daarvan te minimaliseren door de risico's in te schatten. En de laatste is het voorspellend onderhoud, en dat combineert de analyse van machine- en procesgegevens als mede conditiemonitoring en geeft daarmee een op data gebaseerde voorspelling. Een voorspellend onderhoud is afhankelijk van de juiste data: sensoren in de industrie 4.0. Uh, zoals in de CP Factory, die genereren big data in een database. En dit kunnen we gebruiken voor het voorspellend onderhoud. Ja. Zou het niet fijn zijn als een machine ons kan vertellen wanneer hij onderhoud nodig heeft? In plaats van erachter te komen dat het opeens niet meer werkt. In het verleden hadden besturingen een ledje om ons te vertellen dat iets niet oké okay was in de machine. Eventueel met een storingsnummer die we dan weer konden opzoeken in een handleiding. Met de komst van HMI-touchschermen uh, konden machines beter communiceren met mensen. We hadden simpelweg meer tekst tot onze beschikking. En met de komst van Augmented Reality kan de machine aangeven waar de storing zich bevindt en waar je moet beginnen met het oplossen van deze storing. Ja, uh, Augmented reality is toegevoegde realiteit. Animaties uit de computer worden toegevoegd aan het reële beeld van de toepassing. Met Augmented reality kun je bijvoorbeeld het juiste schap vinden bij de IKEA met behulp van je smartphone. En nog leuker wordt het als je augmented reality ziet door een smartglas. Je hoeft dan niet meer je telefoon te richten op hetgeen je wil zien, maar je kan er simpelweg naar kijken. Het lijkt mij ideaal een bril die de naam vermeldt van de personen die ik wel eens ontmoet heb, maar waarvan ik de naam echt niet meer kan onthouden. Ik ben daar heel slecht in. Ik zou dat graag willen hebben. Met au Sorry, ik ook klikken. Met augmented reality kun je informatie verkrijgen van bijvoorbeeld een machine. Je projecteert als het ware een bepaal, op een bepaalde x I, z afstand van een uh, augmented reality tag informatie onder een bepaalde hoek. Het programmeren van AR scenes wordt gedaan in XML. En je kan hier zo'n stukje daarvan zien. En daar zie je de x, y, z en de hoek waarin de tekst weergegeven wordt. En de tekst is dit in dit geval: This is my first AR scene. En dat zie je hier zo het resultaat in dit uh, plaatje. Dus dit is de augmented reality tag, en dat is de tekst die volgens die AR-scene erbij ge, uh, weergegeven wordt. Zou het niet handig zijn als je storingsmeldingen krijgt uh, die precies aanwijzen waar de storing zich bevindt en hoe je het kan uh, oplossen? Zoals je hier zo ziet, uh, het magazijn is leeg. En in augmented reality kunnen we zien waar die storing zich bevindt en op het moment dat we de storing oplossen door het blokje erin te schuiven, dan verdwijnt de storing ook weer. Met de Festo uh, augmented reality app kunnen we dus uh, additionele informatie krijgen over bewerkingsstations zo meteen beneden van de uh, uh, CP factory. Met deze QR-codes kun je de software gratis downloaden. Ik zal dit straks beneden ook nog even, even aanzetten, zodat iedereen dat, uh, dat kan doen. En dan krijg je informatie over de uh, CP Factory uh, augmented in je, uh, het scherm van je uh, tablet of uh, smartphone. Je kunt dan informatie verkrijgen over de plaats, aansluiting van sensoren, actuatoren. Schema's opvragen, handboeken zien, eventueel uh, filmpjes van hoe het moet, uh, moet gaan werken. Een ander ding is uh, een, uh, een digital twin. Een digitale tweeling van een uh, installatie. De CP Factory kunnen we volledig simuleren in een digital twin op de computer. En hiermee kan een besturingssysteem in de computer getest worden. Moderne machines worden ontwikkeld in de computer met behulp van 3D-software. Dat geldt voor de mechaniek, maar ook voor de programmering van de besturing. Deze kan volledig getest worden voordat de machine überhaupt gebouwd is. De virtuele versie van die machine die kunnen we koppelen aan een VR-bril, zodat het echt lijkt alsof we in de machine staan. U kunt het zo meteen ervaren bij mijn collega Marcel Henneman met de VR-bril. Het PLC-programma uh, yeah. uh, PLC of een hogere database uh, gestuurd computersysteem. Zoals bijvoorbeeld het afgebeelde Manufacturing Executing System, wat we hier zo zien, uh, kunnen getest worden op die digital twin. Uh, ik wilde dat ook hier even live laten zien: uh, dat we dat helemaal konden doen. Maar het is helaas niet mogelijk om mijn scherm hier zo met jullie uh, te delen. Dus. Als je dat straks wil zien, vraag het even beneden. Uh, op, de op de Digital Twin kunnen we ook het PLC-besturingsprogramma al in de conceptfase uh, testen. De student kan, een, uh, kan de Digital Twin in CIROS, CIROS staat voor Cell Oriented, nee uh, Computer Integrated Robotics Simulation. Dan kan hij testen: het PLC-programma bijvoorbeeld. Uh, het programma wat hij gemaakt heeft in de programmeeromgeving van Siemens, Tia Portal. Maar hij kan ook testen met een andere omgeving. Met de omgeving die Vesto gebruikt om PLC's te programmeren. En naast Vesto nog vele andere uh, leveranciers. En dat is uh, Codesys. Nou, ook Codesys kunnen we via het programma Easy OPC koppelen aan de uh, Digital Twin in Ciros. Een derde mogelijkheid is, twee keer klikken. Een derde mogelijkheid is dat hij een echte PLC heeft, in dit geval Siemens PLC, die hij wil gebruiken om de virtuele toepassing in Cirrus uh, aan te sturen. Nou, in dat geval klikt hij op dit knopje en krijgen we een verbinding via de EasyPort IO interface, zodat hij met de echte PLC het virtuele station kan uh, aansturen. En last but not least kunnen we ook nog kiezen voor onze fluidsim, onze simulatieomgeving uh, voor uh, pneumatiek, hydrauliek en elektrotechniek, waarin hij een uh, elektrisch schema kan tekenen om de, uh, de virtuele toepassing aan te sturen. Tot zover mijn inleiding. Zijn daar vragen over? Uh, ik denk dat ik jou dan de microfoon wil geven. Yes, dankjewel. Um, hoe complex is het om zo'n nieuwe AR-laag uh, te maken? Als je kleine applicaties hebt, is het iets wat je vrij makkelijk kan doen? Of is het toch een hele exercitie om dat tot stand te brengen? Ik heb het zelf ooit, uh, ooit gedaan. En um, alle informatie die je nodig hebt, kost dus ook niks. Uh, alles staat op onze uh, website. En ik ben daar een 2,5 uur mee bezig geweest voordat ik die This is my first AR-scene. Dat is dan wat er helemaal in uitgelegd uh, wordt om dat zelf, uh, zelf te programmeren. En later hebben we dat doorge, uh, doorontwikkeld naar een, uh, een uitnodiging voor een workshop die we wilden geven. Daar zat in het midden een augmented reality tag. En als je met je uh, smartphone daar. Naar keek, dan kon je uh, de onderwerpen in die workshop aanklikken en dan kreeg je een stukje film daarover uh, over te zien. Nou, daar ben ik natuurlijk wel langer mee bezig geweest, maar de eerste stap is ongeveer uh, nou, twee, twee en een half uur ben je daarmee uh, mee bezig en dan, dan kan je het zelf nog weer verder gaan, uh, gaan uitbreiden. En alle uh, augmented reality applicaties die Vesto gemaakt heeft, dat staat gewoon uh, online, die kun je gebruiken, maar je kan ook de uh, XML file, de, de Augmented Reality Scene, die kan je uh, binnenhalen en kan je kijken hoe zij dat, uh, dat doen. Dus het op zich, ja, tussen de, de, de twee uur en de, uh, en de hele zomervakantie ongeveer. Ja, je kan het zover doorbreiden als dat je zelf wil. Ja. Maar je, kan daar, je hoeft het niet te gebruiken bij onze uh, applicaties. Je kan bijvoorbeeld ook een uh, Augmented Reality um, uh, handleiding maken. Uh, uh, voor je koffiezetapparaat. Oh. He, doe hier de koffie in, druk dan op dat knopje en, uh, en dat soort dingen.